Woensdag 22 januari, dit is U Vandaag. Nederland kan deze zomer niet alleen wereldkampioen, maar ook Europees kampioenschap voetbal worden. Tenminste, het oranje team van voetballende politieagenten. Volgende week spelen ze de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. En om zich voor te bereiden, oefenden ze alvast tegen Spakenburg. Als agent de kleedkamer in. Dat geldt voor elke speler van het Nationaal Politieelftal. En als voetballer de kleedkamer weer uit. Marco Miltenburg is agent in de stad Utrecht. U kunt hem daar gewoon tegenkomen. Maar in het veld is hij de Willem van Hanegem van het team. Nou, ik denk dat Willem iets meer kwaliteit had, maar ik moet het hebben van het harde werk. Het team bestaat uit veel spelers met kwaliteit. Het huidige Nederlands politieelftal bestaat uit een oud profs en jongens die op hoog amateurniveau voetballen, daar wel gevoetbald hebben. En het is echt een team. Het is van jong, oud en heel divers. Een van hen is Juri Cornelissen, die 15 jaar lang profvoetballer was. Ik ben met Top Os begonnen. Bij AZ eigenlijk. In de jeugd, tweede helft al. Toen naar Top Os gegaan. Toen naar Anderlecht 1 jaar. 5 jaar RKC. 1 jaar NAC. 2 jaar Groningen. En 3 jaar ADO Den Haag. Kom maar, Juri. Maar nu is ook hij politieagent. Ik ben net klaar met de opleiding. Ik ben nu hoofdagent. We kunnen je binnenkort op straat tegenkomen aan het surveilleren. Nou, ik ben al op straat actief geweest al die 3 jaar. Want gedurende de opleiding ga je naar school en je bent op straat om ervaring al op te doen. Gisteren speelden de mannen tegen de beloftes van Spakenburg. Een oefenpot. En toch geniet Marco met volle teugen van de hele entourage. Kijk, ik heb nooit niet de kwaliteit om het echte Nederlands elftal te halen. Maar dit is een leuk alternatief voor een amateurvoetballer. En dan de hamvraag. Legt een politieagent zich altijd neer bij de beslissing van de scheids? Ik vind wel, voetbal is emotie. En dat mag af en toe wel eens getoond worden. Maar binnen de perken, de grenzen. En dat mag ook tegen een politieagent? Dat gebeurt ook tegen een politieagent. Ja, maar daar zijn het ook voetballers, hè? Ja, toch? Waar. Wat denk je dat is geworden? Nou, zeg jij het maar. De agenten tegen Spakenburg. Zij hebben gewonnen. Dat klopt. Ja. 6-3 voor de agenten tegen Spakenburg dus. Mooi. Nou, hopelijk worden ze Europees kampioen. Zo is het. En we gaan allemaal kijken. Veel succes zometeen trouwens. En U Vandaag zit er alweer op. Nou, we zijn er morgen natuurlijk weer. En kijk voor meer nieuws op onze website of op de app. Fijne avond nog. Dag.